Veehouders Aike Kuper van LTO en Henk Wortelboer van Trekkergroep Groningen gaan samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de depositie meten in Natura 2000 gebied Liefstinksbroek. Het meten is onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak, waarbij het meten een essentieel onderdeel gaat zijn. We willen hier eigenlijk in de provincie Groningen een pilotproject opstarten voor Liefstinksbroek. Omdat wij als landbouw nog duidelijk eens een keer willen zeggen van jongens, waar zijn we mee bezig? We willen daadwerkelijk meten om ook overal de helderheid te krijgen van is er daadwerkelijk stikstofdepositie? Komt het daadwerkelijk alleen uit de landbouw of zijn er ook andere factoren die spelen uit de bodem of industrie of luchtvaart? En willen wij dat goed naar onze achterbaan terug kunnen brengen, dan zullen we met goed verhaal moeten komen. En u heeft zelf ook wel gezien dat ook de natuurorganisaties, die staan daar wel achter. Dat we nou goed gaan meten. En ik denk dat het een goede zaak is. Tot dusver was het hele stikstofverhaal natuurlijk voor een groot deel theoretische rekensommen, mooie rekentrucs, areas, noem maar op. En het is een relatief klein gebied hier. En wij hebben zelf het idee van dat dit een mooi project is om echt harde cijfers in beeld te krijgen. Tweede Kamerlid Dirk Boswijk van het CDA liep maandag met alle partijen door het natuurgebied. Samenwerking tussen de agrarische sector en natuurorganisaties. Dat lijkt soms enorm gepolariseerd, of het is zelfs gepolariseerd. Maar uiteindelijk hebben we elkaar gewoon keihard nodig. Dus ik vind het hier mooi dat die samenwerking er is. En dat ook een onderdeel van die aanpak het meten in het gebied zelf ook is. Want uiteindelijk hebben we dat gewoon nodig om te zien, werkt het met wat we doen? En zorgt het ook gewoon uiteindelijk voor draagvlak in zo'n aanpak? Want ik snap dat er natuurlijk, vooral uit de agrarische sector, natuurlijk heel veel vragen over zijn over die aanpak. Draagvlak in de sector is ook wat Wortelboer en Kuper willen behouden. Het grote probleem is nu de tijd, want veel tijd is er bij sommige boeren niet. Van alle kanten is de druk op de sector. Van, er zijn heel veel bedrijven in Groningen, dat zijn pasmelders en ook heel veel interimmers. En die willen natuurlijk zo snel mogelijk dat die zaak gelegaliseerd wordt. Dus dat is ook het wrangen eigenlijk van dat meten, dat kost gewoon tijd. En daar is iedereen het wel over eens. En eigenlijk moet die tijd ons ook gegund worden. Maar daar staat tegenover dat bijvoorbeeld mijn buurman die dan geen vergunning heeft en in een bedrijfsopvolgingssituatie zit. En zijn opvolger, zijn zoon, die gaat naar de bank en die wil de zaak overnemen. En de bank zegt van ja, ho even, maar ik wil eerst de vergunning zien. Dus zo iemand die zegt van koop maar bedrijven op of wat dan ook. Maar ik moet die vergunning legaal hebben. Dus wat dat betreft is het verhaal een beetje tegenstrijdig. Nou, ik vind dat we hier gewoon tijd voor moeten maken. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat we zo meteen miljarden gaan verbranden en we niet helemaal weten of dat het überhaupt zin heeft. Dus ik denk dat we daar gewoon vooral de tijd ook voor moeten maken. En tegelijkertijd ook geen excuus om helemaal niks te doen. Kijk, hier beginnen ze gewoon met het werk en wordt gewoon gaandeweg continu gemeten en continu gekeken wat kunnen we aanpassen in onze aanpak, zodat het nog beter is voor en de agrarische sector en voor de natuur. Actie geboden van onze kant natuurlijk dat wij met dit project zorgen dat we zo snel mogelijk cijfers krijgen. En anderzijds ook dat ook de weg van legalisatie, dat zo snel mogelijk wordt opgepakt. En wij willen gewoon hebben dat wij hier landbouwperspectief houden. En wij moeten hier in de regio de veehouderij ook behouden. We hebben hier veel akkerbouw en dan hebben we de mest dichtbij. En dan krijg je een goede kringloop van landbouw. Want als je de veestapel hier gaat terugbrengen, dan hebben we straks geen mest meer. En onze gronden zijn de mest echt wel nodig.